Ja, we hebben die motie ingediend in de motiemarkt. En we zijn erg blij dat op dit moment toch de keuze is gemaakt om variant 1 en variant 2 verder uit te zoeken. De ene variant is dus ondergronds vanaf schakelstation Tusveld tot en met schakelstation de Mosterpot aan de Wiense straat. De tweede variant zou alleen een 3 kilometer binnen in de stad zijn. Dus daar zou het buitengebied totaal niet van mee kunnen profiteren. Dat betekent het onder de grond leggen van wat nu bovengronds door onze stad loopt aan hoogspanningsleidingen. Om eigenlijk bij de raad op te halen van hoe zitten jullie in de wedstrijd? Gaan we een onderzoek doen om te kijken of het haalbaar is om het onder de grond te brengen? Of gaan we dat niet doen? De uitkomsten van de avond waren eigenlijk zodanig eensluidend, hè, dat zo'n haalbaarheidsonderzoek er wat de raad betreft moet gaan komen. Dus daar ga ik mee aan de slag, hè, om te kijken of ik daar ook de middelen voor kan vrijspelen om ook daadwerkelijk op korte termijn daar opdracht voor te geven. Precies, daar is een haalbaarheidsonderzoek. Daar halen ze de kosten uit per kilometer, maar ook de opbrengsten die gehaald worden uit gronden die als bouwgrond bijvoorbeeld verkocht kunnen worden. Dus wat dat betreft is er hoop voor de meest ideale optie, optie 1, dat er dan het maximale aan gelden terugkomt van gronden die als bouwgrond verkocht mogen worden. Want je zou aan de ene kant kunnen zeggen, ja, die eerste variant, hè, waarbij het helemaal buiten de stad om onder de grond gaat, ja, dat kan hartstikke mooi zijn. Maar ik wil graag dat haalbaarheidsonderzoek afwachten, omdat in dat haalbaarheidsonderzoek ook naar voren komt van wat zijn nou de kansen met de vrij te komen gronden. Ik woon vlakbij het transformatorstation op het Tusveld. Echter, dit traject betreft niet het traject waar ik onder woon. Ik woon dus vlakbij het station Tusveld, het schakelstation, maar dan ongeveer 200 meter richting Hengelo. Dat betekent dus die lijnen die zullen nog vele jaren daar blijven hangen. En die hebben dus niets met dit project te maken. Het gaat puur vanaf het hoogspanningsstation Tusveld tot aan het hoogspanningsschakelstation de Mosterpot. Ja. Dus we hopen dat er voldoende geld kan vrijkomen voor die optie 1. Dan zou de hele stad en het buitengebied zouden van kunnen genieten. De hoogspanningsmasten in Nerisbos die zijn dan voorbij. En dat maakt de natuur ook rondom Almelo natuurlijk een stuk mooier.
in on the wind. Say some of your faces, paradise, I'm addicted to you. Don't you know that I'm toxic? Yeah. Liefde is niet hoeven te liegen over wie je bent en wat je iemand hebt te bieden. Het is niet wat je afdwingt, maar wat we moeten verdienen. Door daden en gebaren te maken naar familie en vrienden. Of zelfs naar je liefste. En zij zullen dat dan ook doen. Om onderlinge banden te versterken en de relaties beter te laten werken. Liefde voor de koudste mensen of die het soortgelijks beweren. Want liefde is voor iedereen en iedereen die kan het leren. Girl, you came and you changed my world. A love so brand new, every young girl. Uit onderzoek blijkt dat veel ouders hun kinderen controleren op het gedrag op het internet. In de galerij in Almelo vroegen we enkele passanten hoe zij over deze controle dachten. Ik vind het dat het aan de ouders ligt. Kijk, het ligt eraan of je je kind vertrouwt of niet. En ja, als je kind te vertrouwen is, vind ik het onnodig. Heel goede zaak. Ja, moeten ze het blijven doen. Vertrouwen is goed, maar controleren is beter. Met appjes en pesterijen en toestanden moet gewoon veel meer controle op zijn. Als je zelf ouder zou zijn, hoe zou je een en ander aanpakken? Nou, ik ben zelf moeder. Mijn kind is 2,5, dus ik heb nu nog niet zoveel te maken met het internet. Maar ik denk dat ik vooral samen met hem het gesprek zou aangaan. Van, goh, waarom kijk je bijvoorbeeld bepaalde vlogs en bloggers? En waarom kijk je naar bepaalde filmpjes? En wat kijk je dan? En toch het gesprek wel aan zou gaan met hem. Ja, de hedendaagse techniek, daar ontkom je dat niet aan. Ja, en ja, kinderen opvoeden, daar hoort dat volgens mij gewoon bij. En heeft controleren dan zin? Ja, dat ligt natuurlijk helemaal van het begin van de opvoeding af natuurlijk. Hoe goed je kinderen luisteren. Je hebt jezelf natuurlijk wel een behoorlijke vingerman in de pap natuurlijk. Maar ja, ieder mens is niet gelijk. Hè? Dus de ene ouder denkt er toch anders over als de andere. Wat vind jij daarvan? Ik vind het vervelend. En wat is de reden dat je dat vervelend vindt? Ik vind het vervelend als mensen mij de hele tijd op de vingers kijken. Wat ik aan het doen ben en elke keer op mij gaan letten. Daar hou ik niet zo van. Hoe zou het anders kunnen? Duidelijke afspraken maken. Ja, duidelijke afspraken maken ook, ja. En ja, gewoon je huis wegmaken. Veel mensen houden ervan om afspraken te maken. Denkt u dat het een goede oplossing is? Het lijkt een hele makkelijke oplossing, maar ik denk dat het bij pubers in de werkelijkheid, in de realiteit, niet zo makkelijk gaat. Waarom is dat niet zo gemakkelijk, denkt u, met pubers? Omdat pubers natuurlijk ook heel moeilijk zonder internet kunnen. Ik bedoel, op het voortgezet onderwijs hebben ze het al nodig voor school. En het zijn ook hun sociale contacten. Ja, vind ik wel een goede zaak. En wat is de reden dat u dat een goede zaak vindt? Omdat je tegenwoordig niet meer weet waar je aantreft. Ik bedoel, er zijn kinderfilmpjes waar gewoon andere dingen in zitten dan wat eigenlijk de bedoeling van het filmpje is. En hoe pak je zoiets aan? Meer toezicht, denk ik. Mm-hmm. En dat is met die kijkwijzer, dat is wel slim, denk ik, dat je ook voor YouTube en zo een kijkwijzer maakt. Dat zou een goede manier zijn om een en ander te controleren. Ja, dat denk ik wel, ja. Wat zijn zoal de gevaren? Nou, ik denk dat
dat als jonge kinderen heel veel te maken krijgen met bepaalde beelden, filters, ook woorden, hoe mensen tegen elkaar praten via het internet, is toch of een heel mooi gesprek met je kind in kan krijgen van hoe het nou echt zit en hoe je er nou naar moet kijken. En dat het internet eigenlijk gezien moet worden met een filter en niet met dat het echt allemaal waar is wat op internet staat. Het oude raadhuis met het karakteristieke torentje aan de Grote Straat werd gebouwd in 1691. In de windvaan op het torentje staan de drie ruiten uit het stadswapen van Almelo. Nadat het gebouw in de 19e eeuw te klein werd om dienst te doen als stadhuis en rechtbank, heeft het nog diverse andere functies gehad. Zo is het onder andere gebruikt als politiebureau en later in 1942 ook als VVV. Vandaar de naam Het Verkeershuis, zoals velen het ook nog noemen. Na een ingrijpende restauratie begin jaren 70 heeft het in 1973 een horecabestemming gekregen. Tegenwoordig zit hier Taverne Het Wetshuis. De bovenverdieping is één van de drie officiële trouwlocaties in Almelo.